Yo mensen, mijn naam is Joel, ik maak filmpjes op YouTube en fijn dat jij erop te kijken naar een nieuwe dagelijkse video en het is weer een nieuwe vlog. Ja, er zijn heel wat dingetjes gebeurd de afgelopen dagen, privé, maar ook gewoon hele leuke dingen. Ik heb namelijk een YouTube meeting vandaag gehad en die was echt super chill. En het was een beetje, ja, ik werd wakker en ik dacht van, nou, hoe gaan we het nou doen vandaag? Ik zat een beetje in de paniek en omdat ik zelf niet echt veel had voorbereid. En er zijn ook wat dingen gebeurd waardoor ik dacht van, gaat het nog wel goed komen? Maar ik vond het echt een geweldige dag. Ik heb echt, nou, de dag begon eigenlijk iets minder goed. Ik ging namelijk mijn baard scheren. En je zult waarschijnlijk denken, Joe, waar is er heel erg baard gebleven? Want ik had echt een hele flinke baard. En ik wou hem dus gaan scheren. Of gaan trimmen in ieder geval. En op een gegeven moment was ik dus met die tondeuse aan het spelen. En ik snij in één keer een hele ding in mijn baard. Een hele gat weg, weet je wel. Dus dat zag er echt verschrikkelijk uit. Ik dacht van, ja, dan kan ik wel die baard laten staan. Maar er zit er een hele gat in. Dus ik dacht van, nou, weet je wat, dan haal ik hem gewoon helemaal weg. Althans, ik heb nou nog een klein beetje, zoals jullie dat zien, wat ik hier heb hangen. En de rest is eigenlijk gewoon, ja, is weg. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Het was echt iets dat ik dacht van, hé, nou heb ik eindelijk een baard. Vele mensen vonden het tof, ook vele mensen niet. En voor de mensen die het niet tof vinden, die denken nou van, nou chill. Ik heb zelfs een kammetje speciaal voor mijn baard, die heb ik altijd bij. Dat ik mijn baard kan kammen, maar ja, dat heeft nou eigenlijk niet veel nut meer. Maar goed, ik ga hem dus gewoon opnieuw laten staan. Maar dat was eigenlijk al een beetje een minpuntje hoe de dag begon. Daarna heb ik mijn spullen gepakt, ben ik wat gaan eten en ben ik richting Breda gegaan. Allereerst de YouTube meeting video, die komt binnenkort online op mijn hoofdkanaal. Dus de beelden die gaan jullie binnenkort zien. Ik denk waarschijnlijk of vannacht of morgenmiddag, als het goed is, gaan jullie die zien op mijn hoofdkanaal. Dus het kan eventjes zijn dat het eventjes duurt, maar ik heb echt een leuke video gemaakt. Ik ben echt zo blij voor de opkomst die is gekomen en voor de mensen die zijn gekomen. Het was echt gewoon één. Ik vond, het waren niet super veel mensen. Ik heb geteld dat het in totaal 32 mensen waren, maar het was echt gewoon een super geweldige dag. En het is fijn aan zo'n dag dat je elkaar beter leert kennen en dat je gewoon, dat er vriendschappen ontstaan en dat soort dingen. Dus dat was sowieso heel tof en daar ben ik wel blij mee. Ook heb ik mijn haren, ja, mijn zijkant heel kort. Je ziet waarschijnlijk zien dat het best wel elkaar lijkt of zo. Ik heb het echt heel kort gedaan deze keer. Ik dacht van, we gaan gewoon een keer iets anders doen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe mijn dagje vandaag was. Dus we zijn aan de YouTube meeting geweest. Na de rand zijn we nog een paar mensen meegegaan naar mijn huis. Zijn we nog eventjes gaan chillen. En dat was het eigenlijk zo'n beetje. Dat is eigenlijk een beetje hoe de dag was gegaan. En ja, zo was het eigenlijk een beetje. En ik vond het heel tof om de YouTube meeting dit jaar weer te kunnen organiseren. En ja, heel gaaf. Dus ik ben echt heel blij met de YouTube meeting dag. En mocht je nou op de hoogte willen blijven van de volgende YouTube meeting. En dat je wilt weten van, hé, ik wil daar volgende keer nou ook bij zijn. Dan heb ik hieronder in de beschrijving mijn Facebook staan. Dan kan je mij gewoon op toevoegen. En dan zul je altijd op de hoogte blijven van die dingen. Ook kan je me toevoegen op dit kanaal. Abonneren op dit kanaal. En dan raak je ook een beetje op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik zou het tof vinden, zelfs Mark van Smor en van Gekke Mark. Die was er vandaag gewoon bij. En dat vond ik echt zo tof, omdat het is wel een van de grootste YouTubers dan. En dan dat hij toch komt, vind ik echt heel tof. En dan heb ik echt dat motiveert mij ook echt om weer zo'n meeting te gaan organiseren. Sowieso iedereen die is gekomen, vond ik super vet. Dus daar wil ik jullie echt allemaal voor bedanken. Dus ja, dat is gewoon geweldig, weet je. Goed, dus dat is eigenlijk een beetje hoe de dag vandaag was. Waar kunnen we het over hebben vandaag? Ik heb niet echt een video of een onderwerp voorbereid. Ik heb wel het gevoel dat het echt koud aan het worden is. Ik heb echt de laatste 2-3 dagen is het echt koud aan het worden. Zelfs hier op zolder, maar ook gewoon buiten en zo. Dus echt heel koud aan het worden. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat ik jullie wou vertellen over vandaag. Maar misschien een onderwerp waar ik met jullie over wil hebben is misschien... Laatst kreeg ik ook namelijk de vraag van iemand van, hé, hoe kan je altijd zo positief blijven in alles wat er ook gebeurt? Of althans, dat is ook iets waarmee ik zelf heel vaak nadenk van, ja, inderdaad, hoe kan het nou? Hoe kan je nou positief blijven als dingen niet helemaal lekker lopen? Waar mensen het vaak opgeven bij bepaalde zaken met hun vrolijkheid en hun manier van denken. Is dat zo bijzonder om dan toch nog gewoon positief te blijven. En ik weet misschien dat jullie denken van, ah, gaat hij weer met je positieve bla bla bla. Ja, maar luister, dat hebben we allemaal nodig. En als ik dat gewoon ook kan bieden via een video en als ik dat gewoon kan helpen, en dat is dat gewoon super vet, weet je. Maar ik denk sowieso dat een van de dingen om positief te blijven is om gewoon ook positief te denken en positief je denken te stellen. En niet alleen maar dingen van het verleden erbij halen, wat ik laatst ook al aankader, maar dat je gewoon... positief gaan nadenken over bepaalde zaken, weet je. En ik had het gisteren ook over met een goede maat van mij, weet je. En als je echt in een bepaalde situatie zit en je weet niet hoe het kan en het enige wat je kan is mopperen en je mond open trekken over die situatie, dan kan je beter je mond houden. Klinkt misschien heel heftig, maar als je niks beters te zeggen hebt, hou dan gewoon je mond. Niet uit boosheid of uit agressie, maar gewoon uit slimheid. Omdat je anders dingen gaat zeggen die helemaal niet kloppen. Weet je, als je vaak boos bent op iemand, hoe vaak wil je erop reageren? Heel boos. Natuurlijk, als iemand tegen jou boos reageert, ga je er boos tegenin. Dat is onze natuurlijke reactie. Maar wat je beter kan doen, is gewoon je mond houden. En gewoon stil zijn. En gewoon ja knikken en verder gaan. En bidden voor die persoon helpen. Weet je, soms reageren mensen heel vaak uit woede, omdat ze zelf iets hebben meegemaakt. Omdat ze zelf beschadigd zijn, reageren ze uit woede. Snap je wat ik bedoel? En wat ik wil voorkomen is dat ik ook die woede ga krijgen en dat we van binnen beschadigd worden. Dat is niet wat wij willen, weet je. Wat wij willen, iedereen die er kijkt, is dat we gewoon normaal met anderen kunnen omgaan. En daardoor ook positief te blijven in alles wat er gebeurt. En als je bepaalde dingen ziet waarvan je denkt van dit is niet goed... Word dan niet boos en word dan niet bitter en word dan niet negatief op iets, weet je wel. Help dan, steun elkaar, praat met elkaar. Dat zijn de sleutels om te komen bij een succesvol vriendschap of relatie tussen wie dan ook. Is om gewoon daar doorheen te kijken en te kunnen wandelen in liefde en elkaar te kunnen behandelen met respect. En als dat niet kan, als je daar nog niet klaar voor bent, geen probleem. Het is allemaal een proces wat allemaal gaat gebeuren. Ik bedoel, ik zal eerlijk zijn, ik ben zelf ook nog nooit geweest als hoe ik nu ben. Maar ik probeer daar wel steeds naartoe te veranderen. En dat is goed om te kunnen veranderen. Heel vaak, weet je, ken je die mensen die dan zeggen van, ja, ik wil niet veranderen. Nee, ik ben wie ik ben, ik ga niet veranderen. Yo, als je zo wil blijven, prima. Dat gaat je niet helpen. Dat kan ik alvast nu zeggen. Als jij constant gaat zeggen van, ik ga niet veranderen, nee, ik ben wie ik ben. Oké, dat kan je doen, maar ik zou zeggen dat heeft geen nut. Want als jij niet wilt veranderen van binnen, als jij niet wilt veranderen van je manier van denken, van je manier van doen, met anderen omgaan, jouw handelingen, de manier hoe jij praat. Als jij daar niet in wilt veranderen, dan blijf je gewoon hetzelfde. Ik zou je zeggen, dat is saai. Dat is echt super saai. Als jij elke dag dezelfde boterham eet met chocoladepasta. Ik zeg het, na 3 jaar ben je dat helemaal zat. Als je elke dag dezelfde boterham eet. Mensen ook. Als jij met mensen omgaat, mensen verwachten ook van jou dat jij verandert. De verandering begint natuurlijk bij jezelf. Als jij wil dat anderen veranderen, moet jij eerst zelf zien te veranderen. Want dan zie jij hun reactie op jou, omdat jij verandert. En heel vaak willen we het andersom zien. We willen eerst zien dat hij verandert, of dat zij verandert, en dan veranderen wij. Wat moet gebeuren is dat wij veranderen, zodat zij gaan zien dat wij veranderen, zodat hun veranderen. Gek hè? Dat is misschien een heel vaag ding, maar het is goed om te kunnen veranderen en je moet ervoor kunnen openstaan. En als bijvoorbeeld als bepaalde dingen anders lopen in jouw leven op dit moment, als bepaalde dingen beginnen te schudden, als bepaalde dingen niet helemaal comfortabel over hoe ze nu zijn, zie dat ook als een verandering en zie dat ook als een groeiproces waarin jij zelf ook kan groeien, waarin je zelf kan zeggen van wow, wat gebeurt hier? Er zijn dingen aan het veranderen, ja. Goh, geweldig. En dat is goed man. Het is goed om te kunnen veranderen. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen is bijvoorbeeld elke dag dezelfde boterham. Dat is saai. Dat begint smerig te worden en het begint gewoon saai te worden. Weet je, nou, weer hetzelfde. En dat is ook met mensen. Als je met mensen omgaat en die persoon is constant hetzelfde. En jij bent constant hetzelfde. Jij komt constant met hetzelfde verhaal, constant met dezelfde problemen, constant met dezelfde issues. Als je dat gaat doen, dan gaan mensen op een gegeven moment zeggen van, oh, dit is toch saai om bij die persoon te zijn. Omdat ik telkens hetzelfde doe, omdat die persoon niet verandert. Het kan zijn dat saai aantrekt, maar ik hoef niet iemand die saai is en die constant negativiteit begint te spreken en nee, dat hoeft niet man. Dat begint saai te worden. Smakeloos. Kom met iets nieuws. Kom met pindakaas en met kaas en met jam en kom gewoon met nieuwe dingen, weet je wel, met nieuw beleg. Zo ook, het is raar dat ik boterhammen met mensen vergelijk. Ja, best gek. Maar goed, wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat je open moet staan voor veranderingen. En als mensen je daarbij kunnen helpen, en als je dus, weet je wel, sta open voor een verandering. En als veranderingen plaatsvinden in je leven, hoe heftig ze ook kunnen zijn, zie dat niet als iets van, woop, maar zie dat ook iets van, hé, hey, het is tijd voor een verandering, het is tijd voor een nieuwe fase in mijn leven. Dat is goed man, het is goed om die dingen door te gaan. Ik weet eigenlijk na me dit verteld, ik hoop dat iemand zegt van, yo, dit had ik eigenlijk best wel nodig. Dat is mijn doel van deze video's. Dat is heel het doel van dit kanaal, dat ik mensen kan helpen. En dat is geweldig. Binnenkort ook nieuwe kaarttrucs. Hou dat ook in de gaten. Het is een beetje druk de afgelopen weken. Ik heb veel moeten doen. Dat zeg ik elke keer trouwens, maar dat is geen excuus. Ik moet gewoon gaan filmen, dat is heel het ding. Daar ben ik veel te lui voor. Goed, maar ja, het is een beetje een video geworden van alles en nog wat. En dat vind ik hartstikke tof. Maar weet je, ik ga een einde maken aan deze video. Jullie gaan de video van een YouTube meeting morgen zien of overmorgen op mijn YouTube kanaal, op mijn hoofdkanaal. Heb je me nou nog niet op mijn hoofdkanaal toegevoegd en geabonneerd? Voeg me dan eventjes toe op mijn hoofdkanaal. Dat linkje staat hieronder in de beschrijving. Je kan me ook toevoegen op Facebook en op Instagram. Daar ben ik ook heel actief op. En dan blijf je een beetje op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar sowieso, abonneer op dit kanaal, abonneer op mijn hoofdkanaal. En dan zien we elkaar gewoon weer morgen terug met een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel, geef een like op deze video en ik zeg ciao!